Ja, Bo die voetbalt gewoon. Net als de andere jongens. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd voordat hij ook kon voetballen. Maar wij vinden het net zo leuk dat Bo die voetbalt als die andere jongens. En hij beleeft het natuurlijk op een andere manier. Ik ben Pepijn, mijn tweelingbroer is Bodi. Wij zijn 13 jaar en wij voetballen allebei. Ik speel bij VV Heerenveen, onder 14-1 en Bodi bij Jouren. Hij heeft heel lang altijd langs de lijn gestaan. En nu mag hij zelf ook op het veld staan. Hij heeft een team. Hij praat er ook wel over. Hij vertelt dat hij gescoord heeft of hij vertelt dat hij niet gescoord heeft. Maakt hem niet zoveel uit. Bodi heeft een chromosomale afwijking. Het zorgt er eigenlijk voor dat hij een stukje chromosoom mist waar geen literatuur van is. Daarom is hij een stuk jonger en zijn dingen gewoon lastiger. Pepijn en Julius die willen alles winnen en het moet altijd maar beter. Maar Bodi vindt het gewoon heerlijk als hij naar het voetbalveld mag. En dat is, dat is een andere beleving, maar dat zien wij. Maar daar geniet hij wel van. Hij komt de laatste tijd ook heel vrolijk thuis altijd, na school, na training. Hij heeft ook altijd wel zin in training. Iedereen die geen beperking heeft, die sport ook. En sport is gewoon gezond. Ik vind dat mensen met een beperking dat ook gewoon moeten kunnen en de kans moeten krijgen om te sporten.